Opgave 38. Gegeven driehoek ABC met punt D op zijde BC. En ik moet nu aantonen dat AD is kleiner dan S. En S, dat is weer, S is de helft van zijde A plus B plus C. En we gaan natuurlijk weer driehoeksongelijkheid gebruiken. Het bewijs. Nou, als ik kijk naar AD, en ik gebruik die bovenste driehoek, dan is dat kleiner dan zijde B plus stukje CD. En als ik naar AD kijk en ik neem de onderste driehoek, dan is AD kleiner dan C plus stukje BD. Alle twee de driehoeksongelijkheid. Nou, daaruit volgt, als ik bij elkaar optel, dat ik krijg 2 keer AD, is kleiner dan B plus C plus CD plus BD. Als ik in die term kijk van die letters A, B en C, hè, de kleine letters, dan is CD plus BD is hetzelfde als zijde A. Dus 2 keer AD is kleiner dan A plus B plus C. Nou, ik moet er 2 delen, want ik wil AD hebben. AD is dus kleiner dan de helft van A plus B plus C.